Bij een nieuwe video van M-Bilka. Ik ben Milou, ik ben 10 jaar oud. En vandaag gaan we een nieuwe Tokabilka video doen. Namelijk weer verder met de familie Schaak. We waren hier niet gebleven, maar ik had al een filmpje opgenomen. En die was na 3 minuten al weg gaan. Dus ik maak even een nieuwe. Die worden niet online, die van 3 minuten hoor. Dus ze liggen eigenlijk al in bed en dan worden ze wakker. Dus laten we gewoon beginnen. Koekoe! Dit is even de tussenstop, want nu gaan we naar Marokko. Oh ja, nu ook. Wie is dat nou? Hallo? De zomervakantie is korter. We zouden graag willen dat u over 2 dagen naar huis gaat. Wat? Huh? Nou ja, dan gaan we maar naar huis, denk ik. Ja. Dat gaan de kinderen niet leuk vinden. Nee. Ja, dat moet. Moet. Toch? Ja, dat is waar. Maar de kinderen gaan dat niet leuk vinden. Nee. Maar ja. Moet eens maar zo. Het leven is niet altijd perfect. Ja. Maar ja, pakken we vast de koffers in, hoef ik dat niet meer te doen. Liever het wakker worden. Ik doe deze kleding aan. Zo, we zijn om te gaan skiën vandaag. Ja. Maxis. Liever het. Wakker worden. Oké, ik heb echt veel zin om te skiën. Ik ga de grens af en ik heb zoveel zin in Marokko. Daar had ik met heugd op verheugd. Meer als verheugd. Ik ga nooit naar Marokko en deze keer wel, dus ik heb echt heel veel zin in. Ja, we willen zo dat jullie even aan tafel komen zitten. Luister maar. Ik wil niet aan tafel. Jij gaat gewoon even aan tafel. Hup. Oké. Mama en papa willen jullie wat vertellen. Wat dan? We zijn net door school gebeld. Ja. En helaas moeten we nu aan huis. Nee. Het is niet erg, papa en mama. Nee. Oké. En we worden in de taxi gebracht. Dus kom jongens, we gaan gewoon. Oké. Morgen moeten jullie dan ook alweer naar school. Dus. We vinden het allemaal jammer. Nou, mama heeft geen koffer meer. Jawel. Wat jammer. Mijn tablet. Ik even in mijn koffer. Zo. Kom jongens, we gaan. Het is niet anders.
Jongens, ik heb een verrassing voor jullie. De tweelingwoords. Nu. En dit zijn ze nu. Dit is Lena. En dit is Lisa. Ik zal even hun karakters vertellen. Dit is Lisa haar kamer. Ze is heel voorzichtig. En ze wil eigenlijk nooit met iemand praten behalve de vriendinnen. En dit is Lena's kamer. Ze is heel cool en ze wil altijd wel met iemand iets hebben. Of gewoon iets leuks doen. En ze houdt van sporten. We gaan nu beginnen. Oh, Lisa, zullen we anders naar de kledingwinkel gaan? Ja, lijkt me een heel leuk idee. Mama, papa. Ja, wat is er? Mogen wij naar de kledingwinkel samen? Oh, tuurlijk, maar wel een bepaald budget, hè? Ja, is goed. Hallo. Ja, ik pak even deze bubbels, omdat ik het vergeten was. Hoi. Gaat u gang. Wow, dit hoed is echt leuk. Doe dit zo suf. We gaan een paar coole kledings voor je shoppen. Nee. Ik wil kauwgom. Ik hoef niet hoor. Ja, waarom niet? Je moet altijd voorzichtig. Altijd. Gratis kauwgom. Ik heb hier ook wel een zitten. Wow. Mocht ook een hond van mama. Zo. Wow, wat is hier allemaal? Ik vind dit leuk. Serieus? Ja, heel leuk. Neem maar mee wat je leuk vindt, maar het is echt heel kinderachtig. Oké. We gaan naar boven, daar zijn kleding. Ja! Let's go. Misschien kunnen we ook een hapje eten. Ja, dat lijkt me ook leuk. Zo. Oh, mooie kleding. Ik vind er echt niks mooi. Hou jij maar gewoon even op. Ik ga even shoppen hoor. Hé, uit dat ding. Mijn jas. Maar uit. Dankjewel. Doe ook gewoon. Jij vindt die groene jas toch mooi? Ja. Doe het. Zou ik die groene jas mogen? Nee, want ik wil hem hebben. Uit dat ding! Nee. Ah. Doe dat ding uit. Sorry. En die muts is van mij. Alsjeblieft. Dankjewel dan maar. Ik vind deze leuk. Deze leuk. Waarom koop jij niks? Weet ik niet. Deze wordt mijn ding. En ik vind het groene hoedje heel leuk. Ik vind hier alles leuk. Kom! Zijn we klaar? Nee, ik heb toch nog niks. Ja, koop dan ook wat. Tenminste, ik heb ook nog wat make-upjes mee. Nou, lippenstift. Nee, die heb ik al. Deze wil ik graag. Ik wil deze graag. Deze graag. En ik wil deze graag. Patroontjes. Rood hoef ik niet. Deze wel. Deze ook. Deze ook. Die niet. Wil jij nog wat hier? Oh, ik wil ook nog even een make-up ding. Zo. Zullen we dan maar even gaan kijken voor jou dan? Ja. Ik heb wel even een extra tasje mee van Nina. We gaan even eten, denk ik. Ja, dat lijkt me een goed idee. Ik ga naar de wc. Ja, dat is lekker. Ik ga het beter vragen. Ik ga een peper vragen. Dus. Wow. Hoi, ik wil graag een cupcake met peper. Oké.
zee. Iemand kijkt mij graag aan, maar oké. Dan heb ik de peper even niet zien. En ik wil graag een cupcake met jam. Oké. Alsjeblieft. Dankjewel. Zo. Ben je weer. Kijk eens, Lee. Wat heb jij? Een cupcake met jam. Ja, eerst deze. Ik geloof in. Oké. Geef me water. Water. Oké, rustig maar. Ga maar even naar een andere winkel voor jou. Hoe lief is dit? Ik ga deze kopen. Echt? Oké. Goed, ik wil deze gratis kopen. Oké, wordt dan 20 euro. Prima, dan heb je het in. Ik kan helaas kan alleen contact. Wat belachelijk! Neem me maar gratis mee. Echt? Ja. Prima. Oké. Moet echt even. Ja. Let's go. We hebben nog iets vergeten. Mijn lekker teddybeer en mijn lampje zijn we vergeten. Je hoeft toch echt niet mee. Maar ja, als jij zo graag leuk. Jongens, voordat jullie denken waar ze aan spullen, die heb ik even hier gedaan zodat ze meer ruimte hadden. Oké, okay, we zijn bij de deurwinkel aangekomen. Ik nog wat spelen. Ik hoop dat het niet vies is, maar. Hallo! Komt u een dier uitzoeken? Ja, ik had al gereserveerd. Dus dan moet u hier een dier uitkiezen. Je mag niet meer weg. Oké. Ik ga het proberen. Ga even kijken. Waar zijn alle dieren nou weer? Oh, schat. Kan ik u iets vragen, meneer? Ja, hoor. Is het erg dat hij in een rolstoeltje zit? Nee hoor. Helemaal niet. Oké. Ik ga even door kijken. Is goed. Hij is zo. Hé, wat ben je nou weer aan het doen? Ik vind hem meisje leuk. Dat gaat niet gebeuren. Jongen, hier. Dus ja, misschien komt hij wel een ander tegen. Maar ja, dan loop je alweer een blauwtje. Dus doe dat nou niet, je loopt elke keer een blauwtje. Dus. Hé, ga weer naar de dieren. Ik ga daar kijken. Ja. Hoi. Hey. Jij en ik samen uit eten? Ja, is goed. Hou vast. Ik ga het even tegen mijn zus zeggen. Ja, is goed. Het was mijne. Nee, nu is die van mij. Wat is er? Ik heb een date. Met wie? Met Max. Ik ga vanavond bij hem slapen dus. Want hij wordt alleen. Dus wel even zeggen tegen mam dat ik er niet ben. Is goed, denk ik. Ik ga doei. Jongens, nu spelen we nog even deze video alleen even met die en haar hem. Dus dan kunnen jullie even niet meer. Lisa tegen. Zullen we dan maar gaan? Ja. Is goed. Ik heb hier spullen mee, dus doe even een mooie jurk aan.
Nou. Zullen we dan maar? Ja, lijkt me goed. Zo leuk. Echt niet normaal. Wat doe jij uit bed? De volgende ochtend. Ik weet niet hoe, maar ik weet echt niet. Ik ben kots misschien. Kots en kots, kots. Misschien ligt hier ergens een zwakke schopstest. Ik denk dat ik het ben, maar misschien hierin. Nee. Ja! Oké. Het is een pilzwangerschapstest, dus je komt wel te weten dat je zwanger bent, want dan voel je dat er je maag als het gommelig. Maar dat duurt ook even. Als water snel pakken. Oké, 5 minuten later. Brrr. Nee! Ik ben nog maar 16, hè? 16. Nee. Hij is 19. Wat doe ik? Wat doe ik met mijn leven? Ik ga het nog niet vertellen. Hey. Hoi. Is er iets? Ja, ik moet je wat vertellen. Wat dan? Ik ben zwanger. ik snap het niet. Maar ik ben nog maar 16 en... Komt goed, echt. Oké. Zo is het dan maar. Hoe ga ik dit ooit tegen mijn familie vertellen? Zullen we als eerst mijn familie maar gewoon uitnodigen? Ja, lijkt me een goed plan. Ga lekker zitten, we moeten jullie wat vertellen. Wat dan? Ik ga jullie in de kinderstoel. Dat kan wel. We hebben een kindje. Niet. Gefeliciteerd! Maar jij bent toch nummer 16? Ja, ik ga even kijken hoe ik het met mijn studie moet doen. Nou ja, laten we nu mijn familie maar uitnodigen. Ga lekker zitten! Ja. Yeah. Wat doe jij bij een jongen in thuis? Nee, niet gewoon ja. We hebben een kindje. Wat? Ik moet het echt even verwerken hoor. Gefeliciteerd. We zijn nog maar 28 lieverd. En je bent 16. Nou ja, mama gaat je echt wel helpen. Maar mama vindt het niet oké. Ja, ik weet het niet. Maar wel echt gefeliciteerd. Zo, dat was even op de wang zo. Nou, hé, mijn schoonzoon. We hebben vandaag een echo over de jongen of de meisjes, want ik ben blijkbaar al echt... Ik heb het net gedaan en ik ga nu al te horen of het een jongen of een meisje is, dus ik ben echt staat te trillen. Ja, dat snap ik lieverd. Maar ja, ik hoop dat het lekker is. In de volgende video gaan we verder, dus doei!